Klaas van der Eerde, bekend als cabaretier en presentator, reflecteert openhartig op zijn rol als sidekick in de radioprogramma's van Wietse de Jager. Hij deelt zijn ervaringen in een gesprek met het AD, waarbij hij eerlijk toegeeft dat hij de rol van sidekick niet echt als uitdagend ervoer. In de ochtendshow bij Radio 538, die vier uur per dag duurde, voelde hij voornamelijk de druk om stiltes op te vullen en grappige opmerkingen te maken om de luisteraars te vermaken. Hij beschrijft dit als geen fluit voorstellen, waarbij het vooral draaide om het vermijden van stiltes en het constant paraat staan met een snedige opmerking. Hoewel hij toegeeft dat de ochtendshow een uitdagende taak was, met name vanwege de lengte ervan, geeft hij aan dat het abrupte einde ervan toch een litteken op zijn ziel achterliet. Het programma stopte plotseling omdat de jager, zijn medepresentator, na slechts acht maanden begon over een pappadag. Dit was een persoonlijke keuze die van der Eerde moeilijk kon begrijpen, vooral omdat hij had gehoopt samen iets op te bouwen. Echter, de uitdaging van het combineren van een drukke ochtendshow met het opvoeden van jonge kinderen bleek te zwaar voor de jager, wat uiteindelijk leidde tot het einde van de show. Het einde van de ochtendshow betekende echter niet het einde van van der Eerdens carrière. Zijn management kondigde onlangs aan dat hij later dit jaar terugkeert met een eigen theatershow, iets wat hij tien jaar lang had vermeden. De show, getiteld Blijven Drijven, zal zijn ervaringen in de wereld van radioavonturen verkennen, inclusief zijn tijd bij Radio 538. In de voorstelling zal hij zelfs een typische Radio 538 lach nadoen, wat een knipoog is naar zijn verleden als sidekick in de ochtendshow. Met deze nieuwe show slaat van der Eerde een nieuwe weg in, waarin hij zijn ervaringen omzet in komische sketches en persoonlijke verhalen. Het markeert een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Waarin hij zijn veelzijdigheid als entertainer verder verkent en zijn publiek blijft boeien met zijn unieke kijk op de wereld.